Ja, zondagavond gaan we spelen tegen FCM. Donderdagavond mm -hmm. speelt het tegen NEC met 1-1 ja. gelijk. Maar kan me zo voorstellen dat het wellicht als een verliespartij voelt? Um, nou, dat niet. Uh, het is wel heel erg jammer dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen. Zeker gezien uh, veldverhouding, kansverhouding, uh, was het volgens mij wel een duidelijk verhaal dat we deze wedstrijd uh, ruim hadden moeten winnen. Ja, want zeker in de tweede helft heel attractief en aanvallend voetbal. Ja, de tweede helft hebben we echt uh, goede dingen laten zien. Eerste helft, uh, eindfase van de eerste helft uh, begon dat eigenlijk al. Vond ons nog iets wat te voorzichtig. Het eerste deel van de eerste helft. Maar uh, wat je zegt, de tweede helft was uh, van onze kant uh, prima. Ja, want ik had het idee dat het tempo toen ook wel echt omho omhoog ging. aantal versnellingen. Zeker, okay. zeker. Ja, ja, De bal ging sneller van kant naar kant, van voet naar voet. Er werd veel gelopen, ook, uh, veel kansen gecreëerd. En uh, we hadden helaas in uh, Jasper Sillense hadden we een. Uh, een vervelende keeper ja, uh, gisteravond. Die, die stond aardig goed te keeper, inderdaad. Ja. Um, Maxime Dekker maakte zijn basisdebut. Hm. Hoe vond je dat hij het deed? Maxime heeft het heel goed gedaan. Solide, heel stabiel. Goed in het duel, uh, zowel over de grond als door de lucht. Uh, aan de bal uh, zoals we hem ook kennen. Wat ik gisteren al tegen een paar collega's van je zei ook, het verraste ons niet omdat wij Maxim dagelijks op het trainingsveld natuurlijk ervaren. En hij uh, eigenlijk gewoon heel natuurlijk gedrag heeft laten zien. Ja, ik ja. Nou, kan me voorstellen dat het voor zo'n jongen in één keer in een stadion met uh, 15.000 man toch even een stapje is. Ja, maar goed, dat is wel zijn droom en daar heeft hij hard voor gewerkt. En uh, nu heeft hij zijn moment gehad dat hij mocht beginnen. Dat heeft hij goed gedaan en uh, nu gaan we weer rustig verder naar het uh, volgende moment werken. Ja, dat komt al in een week. Dat het een, een mooie week is voor de jeugdopleiding, want Meijer van Brederode uh, werd officieel toegevoegd aan de A-selectie. Ja. De loting van de Youth League is geweest. Hoe kijk jij naar zo'n week bij de jeugdopleiding? Ja, mooie momenten natuurlijk. Um, we hebben het vaak natuurlijk over dat binnen de opleiding uh, heel veel goed werk wordt verzet. Nou, Dat blijkt ook nu weer. Uh, Meijer is ook een van de jongens die inderdaad bij de A-selectie nu definitief ja. is aangesloten. Ze gaan uh, gelukkig weer Champions League gaan ze weer spelen. Belangrijke momenten voor de ontwikkeling van onze jonge spelers en uh, ja, daarmee uh, wordt toch ook wel weer duidelijk gemaakt dat het programma wat we bij het eerste helft al draaien. Dat dat ook weer in de jeugd mogelijk wordt gemaakt en heel belangrijk is voor de ontwikkeling. Ja, want die voorbereiding die ze dan krijgen is ook dat ze Europese tripjes pakken en, en ervaring opdoen in het buitenland, toch? Ja, het gaat niet zozeer om de Europese tripjes, maar het gaat met name om de weerstand die ze natuurlijk ervaren. En uh, het feit dat ze in een week tijd uh, of in acht dagen tijd drie keer moeten gaan presteren. En de noodzaak voelen om snel te herstellen, elke keer weer te leveren en uh, samen als team en als individu boven jezelf uitstijgen. Hoge eisen die worden gesteld. En uh, ja, dat is inrend aan wat er bij het eerste helftal gebeurt. Ja. Nu heeft Sinjo van Heusden deze week ook zijn eerste officieuze minuten gemaakt. Die ja. oefende wel met Haas Monaco, jong Aas Monaco. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan? En hoe kijk je naar zijn ontwikkeling? Nou, Het is een heel belangrijk moment uh, in, uh, in het proces van Sinjo. Komt van ver. Natuurlijk uh, vervelende blessures gekend. is nieuw bij ons als club. Bij onze club. En uh, ja, dan wil je je natuurlijk graag presenteren. En als je niet fit bent, dan wordt dat een stuk lastiger. Dus hij keek heel erg uit naar dat moment en uh, daar heeft hij ook van genoten. Maar ook wel de bevestiging gekregen dat hij nog wel een paar stappen moet zetten om uh, bij het eerste helft al echt definitief aan te kunnen haken. Ja, heb je daar dan ook een verwachting in, hoe lang dat dan ongeveer gaat duren? Nee, de factor tijd speelt daarin gewoon een rol en uh, dat zal gewoon uh, geleidelijk aan, zal dat gebeuren. Hij traint wel al volledig met ons mee, dus dat is ook weer een hele belangrijke stap voor hem. Ja, en we moeten nu heel creatief zijn om te zorgen dat hij toch ook uh, wedstrijden speelt zoals van de week tegen Jong Monaco. Om de aansluiting uh, verder mogelijk te maken. Nu ja. spelen wij zondag tegen, uh, tegen FCM. Daar nou hebben we het er vaker over dat als je veel duels in een korte tijd speelt. dat je snel moet herstellen. Mm -hmm. uh, en je snel moet focussen op de volgende wedstrijd. Hoe, wat komt er eigenlijk bij kijken bij zo'n snel herstel? Nou, de prioriteit ligt in eerste instantie bij de speler zelf. Hè. zorgen dat je je rust goed pakt, goed eet, goed drinkt. Uh, je herstelmiddelen goed uh, tot je neemt. Want dat versnelt het proces. Um, het feit dat wij dit programma al geruime tijd draaien, draagt daar ook uh, toe bij. Um, ja, en dan is het gewoon een zaak dat je goed kijkt en goed monitort uh, samen met de staf. In hoeverre spelers ook daadwerkelijk goed hersteld zijn. En, uh, en dan vervolgens weer een optie zijn voor de volgende wedstrijd. Ja, die volgende wedstrijd is dus Emmen. Opnieuw kunstgras volgens mij. Ja. Hoe kijk je er verder tegenaan, dat duel? Kunstgras bedoel je? Nee, het duel met Emme eigenlijk meer. Ja, interessant duel. Ze zijn weer terug op het hoogste niveau. En uh, ze spelen, op zich spelen ze altijd uh, goed verzorgd voetbal. En uh, ja, het is uh, op dat is niet altijd even prettig. Maar goed, daar hebben we mee te dealen. Ja. En uh, we bereiden ons gewoon zo goed mogelijk voor op deze wedstrijd zoals gebruikelijk.